Oh my god, serieus. Dat meen je niet. Hallo mensen van mijn kanaal, ik ben Brian en welkom weer terug bij een nieuwe video van de Minecraft Survival. En vandaag ga ik dus verder. En ik ben dus ja, net deze villager, zombie villager tegengekomen. Ik had dus een iets gevonden ofzo, dus dat je F3 en A tegelijk drukt, dan gaat hij reloaden. En dan zag ik hier een zombie hier tussen zitten. Ik weet ook niet hoe de gespawnd is, want er zit genoeg licht. En toen zag ik hem ertussen zitten. Ik zag een villager hoofd. Dus ik dacht, oh ja. In ieder geval. Oh god. Nee. Ik moet hem even. Hey. Nee. Nee. Kut. Kut. Ik heb geen water. Nee. Please. Please. Oké, daar komt hij. Dodge. Hey. Oh, wacht. Ik moest zeker eerst deze boosje gewoon. Ik weet niet meer hoe het ging. Zo toch? Ja. Oké. Oh, oh. Weg. Ik ben zo terug. Als de zombie villager gecured is. Oké, hij is uiteindelijk nog getransformed of gecured, hoe je dat wil noemen. Het is gewoon een villager, dat is mooi. Ja. Oh, chips. Maar als jullie afvragen hoe ik erachter ben gekomen. Ik had in de vorige aflevering toen hoorde ik toen ik hierboven liep al een zombie. En ik wist niet wat er was. Ik dacht gewoon zombie, dus fuck dat. Maar ik zat dus een beetje te kloten. En ik had alweer zin om de volgende aflevering, dus deze aflevering op te nemen. Dus ik zat zo de hele tijd met F3 en A te kloten. En zoals je ziet, daar loopt een zombie of een baby villager. Daar lopen die twee villagers met een paard. Dus toen zo ben ik erachter gekomen. Oh, eens even kijken, wat heb jij? Oh, hij gaat vooral voor de food. Het is een fisherman. Dan moet ik dus even. Het is een baby. Zombie. Killen. Oh kut. Nee! Kom hier! Nee! 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 Jij komt hier! Hier komen! Kom op! Ach, ik heb het weer gebroken. Kom op! Zit er nou ergens nog steeds? Kom! Kom! Kom maar! Doe maar rustig, ik breng je alleen maar naar een veilig thuis. Kom op. Ik weet dat je het wilt, je wilt er gewoon lekker rustig bij je vrienden chillen. Net zoals al die anderen. Zo. Blijf. Kst. Get wrecked, mate. Get no scoped. Oké, ik heb nog niet echt een intro gedaan. I don't give a fuck. En wow. Nee. Miste ik die nou serieus? Oké. Wow, dat zijn veel zombies. Holy shit, dat zijn veel zombies. Ja. Oh, kom maar vechten. Kom maar. No hits, mate. Kom maar. Nu kan het nog het spammen met je zwaard. En neemt het 9 niet meer. Kom op, 360. Oh. Get fucking wrecked. Oh. PvP King. 360 no scope. Oh. Oh, no hits. Wow.
The king in the house. Oké, dit mag weg. Hoef ik niet. Die rotte fles eigenlijk ook niet. Jou zag ik wel. Oh, ik dacht. Oh, is het nou serieus gedespawned of is dat er gewoon niks? Lekker. En ja, ik was van plan dus om maps te maken. Hoe maak je ook weer maps? Paper, dat weet ik wel, maar ja. Heb ik paper? Ik heb wel sugarcane, dat heb ik wel genoeg. Dus ik moet even hier gaan kijken. Zo. Ik heb niet heel veel nodig. Voor mij is het paper en iron, toch? Oh nee, ik moet eerst... kompas maken. Hoe maak ik die ook weer? Zo toch? Wat ik weet. Of is het andersom? Is het serieus zo? Ik maak nooit een kompas, dus ik ben nog noob. Oké, dus zo maak ik een kompas. En dan moet ik paper hebben. Volgens mij. Ik heb er meer nodig. En dan is het voor mij zo, dacht ik. En dan dit. Serieus. Ik ga niet zeggen dat het zo dan is. Is de recipe veranderd? Gechanged zou ik zeggen. Is die veranderd, serieus? Moet je het anders zo doen? Oké, dus je moet het zo doen. Nee, dat is nieuw. Ik heb een hele lange tijd geleden dit gemaakt, maar niet wist meer dat het zo moest. Oké, the more you know. Mag iron terug. Sugarcane mag ook terug. Ik heb het niet echt nodig, dus ik kan het eigenlijk wel weggooien, maar ik heb geen zin om daar helemaal heen weer heen te lopen. Wat doe ik? Wacht, ik doe het helemaal verkeerd. Ik moet juist sugarcane hebben. En die redstone en die iron. Want ik wilde juist heel veel gaan maken. Redstone of dit. Dit. Even kijken, dus dan moest het. Weet je wat? Fuck dit. Nee, ik ga er niet zoveel maken. Ik moet er nog 3 hebben. Zo. En dan moet ik dit dan doen. Nou, genoeg peper in ieder geval. Zo. Oh ja, genoeg. Genoeg. Genoeg peper ook voor de volgende keer. Dan kan ik dat hierin doen. Deze mogen ook terug. Ik moet ook even... Die mosstone. Het is toch mos cobblestone? Als we mos stone hadden, dat zou ook wel nice zijn. Het zou eerder mos cobblestone moeten zijn. Het zijn we mag daar. Dan ga ik even kijken. Oké, dit is dus het midden. Dit klopt. Oké. Oh, ik heb het al over de hele map zowat. Oké, dus ik moet even daarheen gaan. Dit ziet er eigenlijk wel ziek uit van hier. En dan moet ik hier de volgende doen. Ja. Dan moet ik hier even naar boven gaan weer. Dan moet ik ze later weer even updaten. Dat is wel chill, want dan zie je al die bloks erbij komen. Als ik het nog goed weet. En dit mogen ze ook wel weer kleiner maken, want dit is echt irritant. Oh, het is beter zelfs. Dus hier moet er dan nog een. Dat serieus vanuit alle hoeken. Oh shit. Oh. Oh, daar ben ik dus nog niet helemaal geweest. Dus daar moet ik ook nog heen. Dus ik moet daarheen en daarheen. Oh wacht. Ik ben die kant op geweest. Die kant ben ik ook op geweest. Maar niet die kant. Deze hele zijde ben ik nog niet helemaal geweest. Maar ja, ik ga dus... Oh wacht. Ik kan alweer de volgende doen. Wauw.
als het goed is, kan ik, heb ik nu de hele grond hier, of hoe je dat wil zeggen. Schaap is weer ontsnapt, jongen. Ik weet niet hoe ze eruit ontsnappen, want ik... Oh, ik denk dat ze, als ze elkaar pushen, dan glitsen ze er helemaal doorheen. Eens even kijken, welke is het midden? Oké, deze moet dus rechts onderin. Fuck, dan moet ik eerst item frames weer maken. Voor mij heb ik nog item frames. Oh. 1. Sticks volgens mij toch? Ik gebruik wel jungle wood, dat heb ik toch genoeg. Zo, ik maak al meteen weer 64 sticks. Verdomme. Zo. Ik maak er wel 8. Vind ik een mooi getal. Deze mogen hier en leg deze ook weer terug. Zo. Ik kan alweer bijna enchanten, gelukkig. Kijk, dan moet ik wel even wat XP nog halen. Eens even kijken. Dan plaats ik deze even hier. Zo, de mooie mapjes. Oké, welke is onderin? Oké, deze rechts onderin. Deze rechts bovenin. Deze links bovenin. Deze daarnaast. Holy shit, dat ziet er mooi uit. Oh, dat ziet er echt gek uit. Alleen ik moet de chunks nog hier... ik moet hier nog wat ontdekken. Of wat? Maar ik glitch die. Beetje door. Maar dit ziet er echt gek uit. Oh, die muur dan ook. Oh ja, want ik had de grond nog niet helemaal... Wow. Oh, wat? Zeg dat hij glitst helemaal. Hierboven. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb een mooie map. En oh, mijn dorp zit helemaal rechts onderin. Mijn stad, of hoe je dat wil noemen. Dus ik had denk ik... Nee. Ah, als dat één map was. Alleen dat stukje. Dan had ik die bijvoorbeeld... In een 9x9. Dus mijn stad in het midden en onderheen allemaal bos en zo. Maar dit ziet er echt ziek uit. Blijf maar naar kijken. Dat is sneeuw. Wow, ik wou zo gaan kijken, zodat ik verder kon zien. Maar dat heeft geen zin. Oké, dan ga ik denk ik naar de end toe. Hoe? De big... De bolle... De boss battle. Battle boss. Sorry. The big battle. Laat ik het zo... De boss battle. Boss battle. Zo moet het. Dat klopt. Ik heb geen item frames nodig, denk ik, in de nether. Of in de end. Ik neem even wat special potions of healing mee, voor het geval dat. Ik neem een water bucket mee. Voor het geval ik ergens vanaf dief. Oh, wacht. Voor mij zitten die hacken er hier niet omheen. Maar voor, ik neem voor de zekerheid toch wel mee. Even checken voor de zekerheid. Heb ik alles? Food heb ik genoeg. Pijlen heb ik. Deze hoef ik niet mee. Dan duurt het maar langer met alles. Ik neem ook wel een potion of strength mee. Strength. Pumpkin hoef ik niet. Oh, wacht. Zo, nee. Nee, ik ga niet. Ik wou eigenlijk... dat doen. Dus dan klik je de ei aan als hij er is, als ik hem heb. Dan moet je hem eronder gaan minen, moet je zo in de torch. En dat werkt net zoals gravel, dan valt hij ook kapot. Maar ik denk, als ik dat ga doen, dat hij dan echt heel ver gaat. Ik ga het er niet op wagen, dus ik pak even de torch en piston. Waar die ook staat ook alweer, hier. Ja, let's go. Ik zit even steeds te kijken voor de zekerheid, is het nog. Nee, ik heb niet alles nodig. Ik heb mijn coördinaten, die had ik al lang van mijn huis. En nu hoef ik eigenlijk alleen nog maar rechtdoor. Dus, ja, dan zie ik jullie zo als ik er dichtbij ben. Dus, yo. Oké, ik zit in ieder geval goed, weet ik. Want ik ben hier over die rivier, dat weet ik nog.
dat het er was. Oké, daar zit een Crashland bij hem. Oh ja, dit had je ook nog. Hier mag ik helemaal naar rechtdoor nog. Volgens mij, ik ben daar op zich niet zo heel ver vandaan. Ik zal veel eten. Wat is het hier? Oh, wat? Zieke drop naar beneden hier. Oh, en dat ziet er wel gek uit. Het is goed omdat ik zo meteen bomen tegenkomen. En daar had ik dan dat huisje in gemaakt. Oh, wacht, die spullen zitten er nog in. Hier, kijk. Hier is dat huis. Hier moet dat huis ergens zitten als het goed is. Of tenminste, ik heb zo'n huisje gemaakt. Of is dat alweer heel lang geleden? In een van deze dingen zit een huis. Wat? Waar is die? Even aan het zoeken. Ik ging toen... Was dat hier? Ja, dit is deze boom. Dat weet ik nog. Die zit hier ergens. Wat? Nou, ik moet ook even wat... box hebben. Hier zit hij onder, dat weet ik nog, dat hij hier onder zit. Of hij is gewoon gerelocated. Dat hij op een andere plek weer is gespawnd. Ja, want als ik de video kijk... Of tenminste die oude video, toen zag ik dat hij hier was, dus... Oh, ik ga die pick even van zijn leider verlossen. Oh, meteen voet ook. Wauw, al die mobs. Oh shit! No. Wow! We zijn er weer bijna. Oh, nog een villetje zombie. Jij komt maar even hier lekker hier. Ja, kom even lekker hier. Oké. Hoeveel zombies kunnen er spawnen? Wat de hel, man. Kijk hoeveel. Wacht. Nee. Deze zombie villetje moet. Dan sla ik deze allemaal weg. Kom maar hierheen. Oh, dat defense. Oh shit. Nee. Kom maar hier. Kom maar even hierheen. Kijk, ik moet even een golden apple pakken. Shit. Een golden apple. Potion of weakness. Zo. Ga maar weer lekker curen, jongen. Weet je, ik ga hem hier vastzetten ook. Gewoon zo. Doe maar. Uit het door. Nee. Jij moet daarin. Zo. This is how we do it. Oké. Is hij gekeerd? Nee. Oh mijn god, hij is gewoon dood gegaan. Wauw. Cool. Oh. Oh my god. Nee. Nee. Fuck. Serieus, heb ik hem nou... Wauw. Ik wou eigenlijk weer een nieuwe... leggings gaan doen. Of een... leggings, ja. Maar ja, dat gaat me moeilijk. Nu ga ik even lekker een pickaxe doen. Of een zwaard. Shit, hé. Oh, dat is gekloten. Dat was echt een beast zwaard. Sharpness 4, fire aspect en een breaking, volgens mij. Dat is echt een goed ding.
Nou, laten we maar kijken wat... Knockback 2. Knockback 2, serieus. Ik enchant dan wel even wat anders. Ik enchant dit dan wel even. Met 1 level. Mijn protection 1. Mijn breaking 1. Wauw, serieus. Tom man, oh wacht. Ik heb experience nodig. Ja, ik heb nu geen zwaard meer. Hey. Jee. Waarom? Ik ben echt één grote oetlul. Sharpness 3. Alleen sharpness 3, jammer. Fuck. Heb ik nog een breaking of zo? Firespark 2 doe ik er wel op. Godverdomme. Kut, sorry. Ja, ik denk dat ik echt het zwaard nou echt nodig heb. Zeg ik het. In de end nodig heb. Maar we gaan in ieder geval weer terug. Ik ga weer teruglopen naar dat stukje. En dan zie ik jullie denk ik daar weer naar dat verdomme... Wacht. Voor zekerheid. Hij is gerelocated. Dat dacht ik al. Oh my god. Serieus. Ja. Dat wordt hem niet. Of ik moet heel veel geluk hebben. Want ik heb er 12 nodig. En ik heb enderpuls nodig dan. En dat heb ik bijna niet. Dus. Ik kan vandaag niet naar de end toe. Wordt dit nou een explosie? Oké. Okay. Dat zal wel. Man, kutzooi. Ja, sharpness 3 en Firespark 2. Op zich is dat niet verkeerd. Alleen het is wel slechter dan wat ik had. Ik ga het hierbij laten mensen, bedankt voor het kijken van deze video van Minecraft Survival na dit klote gebeurtenis. Fuck. Nee, ik ben echt zo'n iemand die dat dan terug gaat spannen, maar ik ga proberen het niet te doen. Dus mensen, ik zie jullie dan wel weer in de volgende aflevering en dan ja. Moeten we maar proberen en de puls te krijgen. En dan ga ik denk ik ook die kant op. Dus die... Nee, die kant. Daar ga ik dan heen. Waar de fuck is het nou? Waar heb ik hem nou? Wauw, ik heb hem gewoon. Ja, ik zie jullie wel weer in de volgende video. En dan... ja. Gaan we wel die kant op. Dus mensen, yo.